Kees van hier op TVNS en Mark en ik hier met een potje Rocket League. Dit is een speciale game mode waarom dit geïntroduceerd is. Ik heb geen flauw idee. Dit heet Spike Rush. En ja, zoiets. Driejarig jubileumstadium of zo? Ja, volgens mij wel iets van 2 jaar, 3. Nou, deze game mode is eigenlijk heel simpel. Je hebt spikes, je hebt chaos en je explodeert met een kleinste tik. Als je de bal hebt. En de chaos is wel te zien. En als je slechte teammates hebt, je bent automatisch fucked. Ja. Iemand heet Toto. Toto down in Africa. Toet toet. Dat is een liedje. Toto Africa. Wup. No racism. Ik hoef niet het calling nog. Nou, dan heb je wel gescoord. Zo. 7-1. Van hem. En nog een leuke andere toevoeging is, als jij de bal hebt op je spikes, kun je geen boost gebruiken en oppakken. En je boost wordt automatisch naar 0 gezet. Klopt. Maar je hebt wel de functie om de spikes of die bal los te laten. Ik heb nog 0 punten. Wat is je andere teammate allemaal aan het doen? En wat ben jij überhaupt aan het doen? Oh, die andere teammate had helemaal niet goed gespeeld moet worden. En jij miste. Ja, inderdaad. Dit is ook gewoon complete chaos. Dit is ook gewoon gebeurd door Max. Oh, Lost Connection. Ik heb vanmiddag een potje hier gehad. Waarbij ik eerst echt met 18-0 tegen stond. Had ik slechte teammates. Die zijn na 30 seconden. Het is wel 30 of 40 seconden gereeds kwijt. Ik kreeg andere teammates. En gewonnen met 19-18. Pure andere teammates. Oh my god. En hier zie je dus al het resultaat. Andere teammate komt. Het hele spel verandert. Gewoon in één slag. Inderdaad. Maar die explosies. Dat vind ik nog wel het komisch van deze hele game mode. Nou, dit heb je altijd al gehad in Rocket League. Ja, maar niet zo chaotisch als dit. Want als je maar de bal hebt en je wordt één keer aangetikt, ja, dan ben je... Dan maar is niet over. Altijd. Ja. Moet het een heel zacht tikje zijn, dan haal je het. Oké, die teammate is ook niet hoe die gespeeld moet worden. Want ik ga in de lucht niet achterna, dat heeft toch geen nut. Indie. Wij zijn verdoemd om te verliezen deze match. Tenzij dat de teammate en ik weten hoe er gespeeld moet gaan worden en jij dus ook. En dat ik met meer aan de bal kan komen. Maar zodra ik op de grond lig, dan is het 1 seconde. Ik heb de eerste kans om de richting goal te rijden. En dan je moet zoveel mogelijk random bewegingen maken. Ja, dan kom ik achter het goal te liggen. Heel soepel. Als jij hem even overneemt. Als je hem overneemt. Hier rij je echt allemaal achter die goal langs. Dan ben je gewoon trapped. Die bal moet uit die hoek. Ja, je kunt er ook overheen spelen. White loot. Wie het ook mag zijn. Echt zo. Soms kom je namen tegen. Kijk. Daar moet die bal in. That's what she said. Nee, laat ik hier maar geen comments op geven. Dat wordt heel nasty. Goed idee. Maar wij staan toch 3-1 voor, toch? Nee, 3-2. 3-2 voor. Ik heb een heel klein tikje. Toek! Maar daardoor scoorde hij wel. Ik had dat vanmiddag ook. Had ik een heel klein pushje aan iemand, nam ik zelf die bal mee. En landde zo in de goal. Ja, maar dat kun je ook wel goed gebruiken op zo'n moment. En een idee was eigenlijk om gewoon een hard tik eraan te geven, dat hij gewoon naar voren vloog. Maar ik vloog zelf voorlangs, nam de bal mee en vloog in de goal. Waar is op zich niet zo blij mee. Maar dan werd ik op de tijd van rot gescholden via voice chat. Oh, dat je dat nog aan hebt staan. Oh god.
Ik ga die sturen. Dan moest ik hem wel even loslaten. Nee joh, je kan ook vliegen. Niet als ik geen boost heb. Jawel. Je kunt die bal gebruiken als stuiterbal. Nah, niet op zo'n zin. Echt niet. Oh, fuck. Dat ging heel soepel. Tot op zekere hoogte. Oh. Ik kon gewoon niks meer zien door die rook. Nee, ik reed er gewoon vol doorheen. Dan zie je natuurlijk op de replay. En ik had ik de bal. Boom. Ik dacht van, waar is die bal? Oh, die zat al ieder vastgeklikt. Ja, ik dacht ook, waar is die bal dan? Had ik hem in één keer. Nee, maar het staat nu wel 3-3. Gaat wel weer positief. Weet eens, als je wel goede teammates hebt. En slechte enemies. Oh my god. En ik zit hier een beetje nog te beunen met mijn 0 goals. Met mijn 104 punten. Ik had eerst heel de tijd wat 0 punten en 4 punten. Ik zag me aankomen, ik dacht loslaten. Sacrifice yourself. Aha. Nee. Een popcorn trial. Of popcorn booster. Nou, ga je naar de bioscoop? Ja. Oh god, ik kan je niet sturen. Ja, als je die bal in sommige posities hebt, bijvoorbeeld onder je auto, dan is het succes met sturen. Ik neem gewoon over. Gewoon punten nakken. Kijk dan, ik zit erachter en jij pakt de rol af. Ja, pop. Oh, niet no problem. No. Oké. Okay. 503 punten gewoon. Jeez. Dat is een lekkere boom. Oh, ik was hey, bij de goal! Zo. Hé, hey, ik heb 50 puntjes erbij. Nou, dat ging ook heel soepel. Moet je kijken. Boom. En dan zo, hoi! Je had ook al eerder los kunnen laten. Ja, had gekund. Nou, dat is één voordeel. We staan voor. De comeback is real. Ja, dat... Ja. 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 Dat is wel heel duidelijk. Ja, goed idee om tegen mij aan te springen. Nou ja, sommige mensen worden heel erg opgewonden ervan. Nou, moet je blij. En heel blij om jou te zien. Doen honden, vinden honden ook altijd. Mijn bal. Oh. Laat dat dopje eens liggen. Nee! Ik kreeg dat ding vol net voor de opname al tegen mijn nek aan. Ik schrok me kapot. Ik wil dat nog een keer gebeurd, joh. Ik kan hier een opmerking op maken, maar die is echt gewoon te treurig en te hard om te maken op YouTube. Meneer, laat die bal los. Zo. Oh, sorry meneer. Maar dit is mijn goal. Nou, dat ging heel soepel. Nou, nog 1 seconde op de klok. Geef hier die bal. Dit is mijn goal. Dat is wel heel puttig, die opmerking. Nou, als het puntje bij paaltje komt. Nou. GG. Maar laat in ieder geval een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Cheers. Cheers.